Diego spelled it, eh? Win or lose, always have young kid. You have more quarters, see? Ben je vroeger ook al flipper of hoe oud ben je? Ik ben bijna 18. Dan heb je vroeger vast niet geflipperd, of wel? Wel een keertje, het is 10 jaar geleden. Echt waar? Meer dan 10 jaar geleden. Volgens mij was ik in 6 toen ik het voor het laatst deed. Maar je bent er niet echt mee opgegroeid? Nee, dat Hello. Niet. Gelukkig staat hij niet zo strak afgesteld. Nee. Hey, goedemiddag, wie ben jij? Hallo, ik ben Dieter. Dieter? Ja. Arnhem. Hey, dan zitten we in die lange en er staan hier oude arcades. Daar word ik altijd helemaal blij van. Ja. Ik heb een paar flipperkasten, een fotoplay, een Pac-Man en een... Weesgas. Maar ik wist eigenlijk niet dat jij een Middelburgse ondernemer bent, maar dat ben je dus wel. Ja. En jij onderneemt ook echt in die arcadekasten. Ik zit fulltime in de speelautomaten, ja, dat klopt. En hoe moet ik dat dan zien? Want als ik een café binnenkom tegenwoordig, dan zie ik nooit meer eens een flipperkast. Nee, dat klopt. Echt in Zeeland is echt een beetje uit het straatbeeld verdwenen, maar het is voornamelijk in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, dat ik heel actief ben. Dus ja. Maar wat ik begrijp, ik ben wel eens in Amsterdam, toen dacht iedereen die gaat weer naar de Wallen, maar op de Wallen, zeg maar bij onder de oude kerk is dat, de nieuwe kerk, ja, weet je? Ja, klopt, okay. Maar die kerk daar, daar zit de Tom Tom Club. Ja. En daar ben jij ook mede-exploitant van. Klopt, de machines die daar staan, die zijn van mij, ja. En daar staan er echt best wel veel, dat is echt serieus de oude amusement, zal eigenlijk. Ja, klopt, dat is echt een beetje het arcade wat momenteel heel populair is, dus een café-gedeelte gecombineerd met spelletjes spelen. En dat is iets wat er enorm aanslaat eigenlijk in Amsterdam. Ondertussen hebben we al de derde locatie. Het is gewoon een concept dat werkt. Maar wat ik nu denk dan, hè, want Middelburg is natuurlijk niet te vergelijken qua schaal met Amsterdam. Zo, maar stel nou dat je hier in het centrum ergens gewoon voor een zacht prijsje een hal zou kunnen huren. Ja. En ik zou, stel dat ik dat doe, of jij zelf. Ja. Maar, kan ik dan ook kasten bij jou huren of zo? Dat ik zeg van nou, ik begin eigenlijk weer een soort oude ambi, maar dan inderdaad zoals jij dat in Amsterdam doet met een lekker biertje erbij. Is dat een optie of is dat een uitzicht? Ja, dat kan zeker. Ja? Absoluut, ja. Waar zit je dan in Middelburg of kunnen ze je dan online vinden of zo? Ik ben online te vinden, van essamusement.nl. Van Essen? Van Essamusement. .nl. Ja, .nl, daar ben ik op te vinden en contact opnemen kan, mag altijd. Ah, super, dankjewel voor de toelichting. Ik ga even een potje flipperen, hoop ik. Ja, veel plezier, het is gratis dus. The plane is the nose on his face. Hey! Everybody look here!